Ik ben heel erg blij. Dit is waar we 10 jaar voor hebben geknokt en nu is hij er eindelijk. Dus ja, blijer kan een mens niet zijn. Een lang gekoesterde wens van Monique Verkerk is in vervulling gegaan. De forensisch dierenonderzoeker heeft sinds afgelopen week de beschikking over een ingerichte ambulance. Daarmee kan ze verdachte situaties rondom overleden dieren ter plaatse onderzoeken. Hij is nodig omdat wij in ons forensische werk soms naar een plaatsdelict moeten. En dan kan je natuurlijk met je privéauto gaan en dan ben je daar en dan ben je alles vergeten en je hebt geen goede plek om te werken. En nu kunnen we alles met deze bus doen. Dus we kunnen er naartoe rijden, we kunnen ons werk in de bus zelf doen en we hebben alles bij de hand. Monique is samen met Frank van de Goot de enige die dit werk op dit moment doet in Nederland. Sinds kort werkt ze vanuit het pand van de dierenambulance in Purmerend. Ze krijgt er dieren vanuit het hele land en soms zelfs uit België of Duitsland. Mensen die halen van alles uit met hun dier. Dus het is elke keer weer een verrassing wat je gaat vinden. Soms begrijp je niet waar mensen toe in staat zijn, maar dat gebeurt dus wel. Deze is net binnengebracht, zonder de politie. Er was gewoon een voorbijganger die dit meldde aan de dierenambulance. Nou ja, dit is een zwaan, dus een wild dier, dus er zit geen baas aan vast. We gaan straks even uitwendig kijken of we een ingang zien. Is het zo dat we rare verwondingen zien? Kijk, deze zwaan is zo op het eerste gezicht compleet, maar soms krijg je een dier zonder hoofd of zonder poten. Ja, dan kan je wel nagaan dat er wat gebeurd is. Per jaar behandelt Monique zo'n 100 zaken en dat allemaal in haar vrije tijd naast haar gewone werk als dierenarts. Ze vindt het werk te belangrijk om te laten liggen. Hiervoor werd gewoon een dier, als hij ergens gevonden werd, gewoon naar destructie gebracht. Er werd gewoon geen onderzoek op gedaan. En ik vond dat gewoon niet kunnen. En nu onderzoeken we in ieder geval ja, bij zaken waar een luchtje aan zit, wat er gebeurd is. We proberen zoveel mogelijk feiten naar boven te halen.